Hoi, goedemorgen. Echt, ik moet hier nog steeds zo verder nooit. Maar ik ga jullie vandaag meenemen met de training van de paarden. Ik moet er vandaag 4 doen. Ik hoop dat ik aan alles toekom. Ik ben nu eerst even aan het testen. Moet ook gebeuren. En, ik heb een blauw oog. Dat komt door Dakota. Die had mij een kopstoot gegeven tijdens het hooivoeren van de week. En de blauwe plek zat hier mooi hoog, dus dat viel niet zo heel erg op. Ik had een heel bult op mijn hoofd. Maar nu, heb ik een mooi blauw oog. Maar goed, ik ga dus nog even mesten. En daarna ga ik eerst Flambiant nog even doen. Die ga ik aan de dubbele lange lijnen doen. Daarna ga ik Don Diablo doen. Dan ga ik nog even alle stappen bevestigen bij hem. Ja, ik weet verder nog niet zo heel erg wat ik met hem ga doen. En dan ga ik Dakota doen. Die ga ik op de cirkel zetten. En niet echt longeren, maar wel op die manier zijn lichaam leren gaan gebruiken. En met Texas Blue ga ik ook Human and Horse training doen. Alleen denk ik dat ik dat weer in de Liberty stijl ga doen. Dat hij daar gewoon heel enthousiast voor wordt. We moeten even kijken of er plek voor is, want ik kan hem niet altijd hier in vrijheid laten lopen natuurlijk. Want het is best wel druk omdat het vakantie is. Dus er zijn best wel veel mensen in de bak. Of ik moet het hier in de kraal gaan doen, dat kan ook nog. Maar ik heb liever iets meer ruimte. Dus ik ga even kijken. En Ali, ja, daar doe ik nog niet zo heel veel mee. Dus misschien dat ik hier gewoon eventjes weer aan het halsen meeneem en wat pasjes leer. En voor de rest mag die nog gewoon lekker spelen. Maar ik ga eerst even snel mesten. En daarna ga ik het trainen filmen. Dus tot straks. Zo, ik zet eerst Vlam even lekker op het land. Ik mag even lekker een uurtje grazen voordat ik met hem aan het werk ga. Ik kan ze even rustig gaan wennen. En het is toch heerlijk weer. Niet zo boos, vriendin. Ja, is toch lekker. Ja. Koosje, kom. Kom. Kom maar. Goed zo. Zo braaf. Hoi knapperd. Gaan we weer even op de cirkel werken, hè? Ik ga weer even terug, dus ik ga hem op de cirkel zetten. Dan gaan we van de cirkel werken. Even cirkel verplaatsen. En kijken of hij weer een beetje soepel op de cirkel gaat. En dat klinkt heel eenvoudig, maar voor hem is dat echt een dingetje. Dus daar gaan we even lekker mee aan de gang. Ga lekker buiten trainen, want het is mooi weer. Hé, Koos? Ja. Hi. Ja, dat was hem. Ja.
rechterpoot heb ik net als linksom op de cirkel gehad. We gaan er zo meteen rechtsom doen. De cirkel vindt hij echt nog heel moeilijk. Dus we pakken dit gewoon rustig erbij. En op ademhaling gaat hij bijvoorbeeld terug in stap. Ja, galop vindt hij nog wat moeilijk, maar goed, dat mag. En mijn wissel doe ik echt door begeleiding van mijn handen, mijn lichaamstaal, mijn paard. En terugnemen doe ik echt door uit te ademen. En daardoor gaat hij terug in stap, alleen het enige erbij. Waar we de coach nog mee aan het werk moeten, is dat wanneer hij terugkomt, dat hij niet meteen hoeft stil te staan. En dat hij dan nog wel door mag stappen, in plaats van dat hij stil moet staan op mijn uithalen. Dus ik haal, ik adem uit, dan gaat hij terug in stap, maar dan heeft hij ook nog het idee dat hij meteen stil moet staan. Dus daarin moet ik hem nog begeleiden dat hij doorgaat in stap. Maar voor de rest doet hij het heel erg goed, dus ik ga hem nu even oppakken op de andere hand. En dan is het voor hem voor vandaag klaar, dus ben ik tevreden over hoe hij het gedaan heeft. Dus ik ga hem even op de andere hand zetten en dan is zijn training klaar voor vandaag. Zoals jullie zien, rechtsom vindt hij nog een heel stuk moeilijker. En daar heeft hij ook echt veel meer moeite mee. Überhaupt het wegsturen is voor hem sowieso een dingetje, want dat heeft hij gewoon tot 2-3 maanden terug kon hij het gewoon helemaal niet. Dus ja, hij vindt het gewoon heel moeilijk en hij snapt het nog slecht. En linksom is zijn favoriete kant en dat merk je ook, die kant wil hij wegstappen. Dus ik moet extra veel druk uitoefenen om hem rechtsom te laten stappen. Dat ik zelf eigenlijk niet zo heel fijn vind, maar wat wel moet, omdat hij anders het gewoon helemaal niet snapt. Ik moet daar gewoon heel duidelijk in zijn. En mezelf heel erg mijn houding openstellen. En je bent knap. Ik ben nog eentje. Je hebt het knap gedaan. Ja, ik ben trots op jou. Maar voor de rest gaat uiteindelijk wel. Stappen vindt hij ook nog heel lastig. Ja, maar je doet het goed, hè, vriend. Ja. Goed van jou. Goed van jou. Ja. Kun je nog lachen naast hem? Smile? Smile. Smile. Smile? Ja, Peter? Smile? Heel knap van jou. Goed zo. Als back. Back.
zo. En doe nog eens een smile. Nee, daar staat een smile. Smile. Kom. Smile. Kom. Smile. Doe het maar. Smile. Er zijn snoepjes. Wil iemand de show overnemen? Ja. Oké, ik ga nu met Texas Blue aan de gang. In de buitenbak, in de grote buitenbak, doe ik maar in de binnenbak. Dat is even een nieuwe uitdaging. Kijken hoe hij het doet. Ik wil eigenlijk Liberty gaan doen met hem. Dus ik ga kijken of het lukt. Nou, we gaan dus in de bak oefenen. Oh, met Liberty. Oh, dan kom je daar weer. Hey. Nee, vriend. Oh, dat is wat hengstig van je. Dat doen we maar niet. Hey. Hallo. Back. Nou, het is knap voor jou, ondanks dat je een lekkere merrie voor je hebt. Kom maar. Hij deed gewoon de travers in vrijheid, één pasje. Ik ben...
als je gaat rennen. Ja. Oké, ik heb paard nummer 3 gepakt. Flamboyant. Training 2 keer per week, dat is natuurlijk niet van mij. Maar ik train er wel 2 keer in de week. En ik gebruik hem voor mijn opleiding dressuur natuurlijk. En ik ben nu bij het onderdeel dubbele lange lijnen. Maar ik heb dus voor hem speciaal een andere singel gehaald, omdat ik hem niet lekker er doorheen vond glijden. Waardoor ik vond dat het niet helemaal lekker ging. Hij weet niet. Dus dan gaan we vandaag even kijken of dat beter gaat, hè? Ja. Oh, zo lief van jou. Dankjewel. Niet? Nee? Dank je. Goed zo. Gaan we aan het werk? Paardje nummer 3, hè? Goed zo. Nou, echt wel. Serieus wel.
Flammy, wat is je knap? Oké, ze is wel liever lui dan moe. Daar moeten we nog even wat voor verzinnen. Maar volgens mij heb ik harder gewerkt dan dat zij heeft. Maar ze heeft aan de dubbele lange lijnen gelopen. Kom. En in de manpositie. Dat hoefde ze eigenlijk helemaal niet te kunnen, maar het ging zo lekker. Ik denk, ik probeer het gewoon. En het ging eigenlijk hartstikke goed. Ja, het ging goed.